Zullen wij dat nu eens gaan luisteren? Want op zich er zijn gespreksonderwerpen te over. Ik ben altijd wel benieuwd. Ik ga ook niet meer gokken. Waar ga je het over hebben? Het is tijd voor... Kink. Kink op de week. Als je wil weten wat voor gedrag je van iemand kan verwachten... let dan niet op wat ze zeggen... maar hoe ze zich gedragen tegen mensen... die wat lager op de sociale ladder staan dan zij. Een directeur die tijdens een etentje smalend tegen de serveerster zegt... dat ze nu wel weg kan gaan omdat de grote mensen gaan praten over echt werk... is waarschijnlijk later ook tegen jou een lul. Een directeur die net zo vriendelijk en geïnteresseerd een babbeltje maakt... met de schoonmaakster als met zijn collega-directieleden... is waarschijnlijk een stuk aardiger voor alle medewerkers. Gisteren was er een debat over de kinderopvangtoeslagenaffaire. Je weet wel, dat enorme schandaal waar het derde kabinet Rutte over viel... dat we toen nieuwe verkiezingen hadden... en dat we na maandenlang tijdrekken exact hetzelfde kabinet terugkregen... dat het helemaal anders ging doen. Nou, spoiler alert... Rutte probeert nog steeds vooral zijn eigen reet te redden... en aan die reet is helemaal niks veranderd. Het debat ging over minimaal 1600 kinderen... die als gevolg van die toeslagenmiskleun bij hun ouders zijn weggehaald. Dat was een belangrijk debat... en daarom werd Rutte door de Tweede Kamer gedwongen om erbij te zijn... want hij was het zelf al lang weer vergeten. Maar het woord werd voor de VVD gedaan door Ruud Verkuijlen. Onthoud die naam. En stem er nooit op. Ruud Verkuijlen is een VVD'er wiens expertise's naar eigen zeggen zijn... heeft een baard, is soms op tv en had ooit een uniform aan. Sinds wanneer stellen een politieke partij en de village people dezelfde eisen? Ik bedoel, boswachter Tim heeft ook een baard, is ook soms op tv en had ook ooit een uniform aan. Maar maakt dat hem een goede politicus? Ik weet het niet. Nou, omdat Ruud Verkuijlen nog nooit in de Tweede Kamer had gesproken... hij zit er pas een dag of twee, 145... hield hij zijn maiden speech. Dat is een soort ontgroening voor Kamerleden... maar dan zonder bierzuipen en dom schreeuwen. Al blijft het de VVD, dus waarschijnlijk hebben ze het achteraf alsnog gedaan. En het is in de Tweede Kamer traditie... dat je een Kamerlid tijdens haar of zijn medespeech niet onderbreekt en geen vragen stelt. Nou, kwam dat nog eens toevallig uit? Op het meest pijnlijke dossier, in het meest pijnlijke debat... hield deze man zijn medespeech. En mochten andere partijen hem niet onderbreken of dingen vragen. Want traditie... Een traditie is een ander woord voor, ja, dat doen we altijd zo. Wat veruit de allerslechtste reden is om iets te blijven doen... zonder je af te vragen of het misschien niet anders of beter kan. En toen andere Kamerleden vroegen om van die traditie af te wijken... weigerden zowel Verkuijlen als Kamervoorzitter Bergkamp. Want traditie! En slachtoffers van de toeslagenaffaire op de tribune liepen boos weg. Want ook al zijn ze zo'n beetje alles kwijt... hun waardigheid lieten ze zich niet afpakken. Ook toen ging Ruud onverstoorbaar door. Het was zijn medespeech en hij liet zijn shine toch niet stelen... door een stelletje paupers zonder kinderen. D66 en VVD hadden bij de formatie van dit kabinet... vol trots over de nieuwe bestuurscultuur. Maar juist op het moment dat ze het verschil konden maken... grepen ze terug op traditie. En misschien raakt die toeslagenaffaire jou op geen enkele manier. Maar het zegt alles over het gedrag dat ook jij van ze kan verwachten. Dus zodra het kan, stem ik op boswachter Tim. Die is in ieder geval aardig voor de groep... die het allerlaagst op de sociale ladder staat, dieren.